Hallo allemaal, weer welkom bij een video over 3D printen. Dit keer, wat mij betreft, echt een hele leuke video. Ik heb een zoon en ik heb een dochter. Mijn zoon is een echte fan van Vitesse. Ik eigenlijk ook wel, maar hij gaat daar naartoe. En nou wil het toeval dat sinds vorige week mijn zoon een nieuwe woning heeft, een eigen woning. En het leek mij wel leuk. En dat had ik al een maand of twee geleden bedacht, om voor hem, voor zijn nieuwe woning, een klok te ontwerpen in de stijl van Vitesse. Daartoe heb ik bij AliExpress, kent het vast wel, China, klokmodules gekocht. Dat zijn kleine modules waarin eigenlijk een klok zit waar je dan zelf de wijzerplaat voor moet ontwikkelen. En zo'n klokmodule, nou, hij kostte, even uit mijn hoofd, iets van 94 cent. Dus ik heb er een paar meer besteld. Maar in elk geval de eerste, die heb ik gebruikt om voor mijn zoon die klok te maken. En hier is die dan. De Vitesse klok. En hij loopt nu inmiddels al ruim een uur en hij loopt prima. Daar is niks mis mee. Ik ga zo meteen even laten zien wat voor een onderdelen je nou meegeleverd krijgt als je die klokmodule bestelt in China. Zo, hier is de klokmodule zoals we die van AliExpress hebben binnengekregen. Laten we het maar eens openmaken. Laten we het maar geen unboxing noemen, maar het lijkt er wel op. In de zak zitten twee onderdelen. Dat is het klokelement met aan de achterzijde de mogelijkheid om een batterij te plaatsen. Het mechanisme om hem gelijk te zetten. En dit hier moet uiteindelijk door de wijzerplaat heen, zodat aan de andere kant van de wijzerplaat de wijzers terecht kunnen gaan komen. Die wijzers en dergelijke, die zitten hier in dit kleine doosje. We gaan dat even openmaken, zodat we kunnen zien wat er allemaal in zit. Even leeggooien. Nou, wat hebben we dan allemaal? Natuurlijk de wijzers. Dat zie je hier. De secondenwijzer, minutenwijzer en de urenwijzer. Het is allemaal heel dun materiaal, dus pas er een beetje mee op. Als je goed kijkt, dan zie je hier dat dat witte gedeelte hier bovenaan, dat kent verschillende diktes en dat heeft dus met die wijzers straks te maken. De montage is als volgt. We pakken het rubberen plaatje. Dat rubberen plaatje heeft twee zijden. Je ziet hier eigenlijk een soort van insparing zitten in die rubberen plaat. En die past over deze verhoging heen. En daar gaan we hem dus op plaatsen. Zo. Daarbovenop komt de opvulring. Daarbovenop komt straks de wijzerplaat. Vervolgens wordt het geheel vastgeschroefd met deze moer. En moeten hier dan straks de wijzers op worden aangebracht. In de volgorde, eerst degene met het grootste gat, dat is de uur. Aanzeiger met zwart naar boven, dus zilver aan de onderzijde in al deze gevallen. Dus zwart. Dan de minutenwijzer. En last but not least de secondenwijzer. En die, als je daar weer goed kijkt, zie je in het midden van dat witte gedeelte, zie je daar een pennetje zitten. Hierin zit een open ruimte. En dat moet over dat pennetje heen vallen. En daarmee heb je je klok gemonteerd. Batterijtje erin en hij zou moeten kunnen lopen. Nou, dat moeten we straks eens met die wijzer gaan doen. Of met die klokmodule gaan doen. Als de wijzerplaat klaar is. Maar die is nu nog aan het printen. Dus op dit moment kunnen we dat nog niet doen. Maar dat gaan we straks zeer zeker doen. Dat gaan we dan later zien.
De bedoeling is dus eigenlijk om een wijzerplaat te ontwerpen. En die moet, ja, omdat het logo van Vitesse nu eenmaal drie kleuren heeft, meer kleurig zijn. De drie kleuren bij Vitesse zijn geel, zwart en wit. En dat eigenlijk voor een printer bedoeld die eigenlijk geen multicolor of multimaterial mogelijkheid heeft. Dus een printer met één nozzel waarbij je moet gaan ingeven in de G-code van dat er filament gewisseld moet worden. Nu zal dat niet bij elke printer kunnen, want de printer moet dat ook aankunnen. Die moet zeg maar op het moment dat het filament gewisseld moet worden, in feite een soort van tussenstop maken, een pitstop. En zodra als dan de kleur veranderd is, moet die vanuit die pitstop terug naar de positie waar die gebleven was. Ook daarvan zal ik zo meteen even een klein videootje laten zien met hoe dat nou gaat, bijvoorbeeld op mijn Prusa i3 MK3. Ik kan alvast zeggen, het is niet helemaal goed in beeld, maar je ziet wel dat de printer op enig moment simpelweg naar voren gaat, begint te piepen en eigenlijk tegen mij zegt van, joh, ik heb een andere kleur filament nodig. Nou, oké. Zo, tijd voor een filamentwissel. Het geel is bijna klaar. We gaan zo meteen het zwart opzetten en dan kun je gelijk eens zien hoe op zo'n Prusa i3 MK3 zo'n filamentwissel in zijn werk gaat. Daar komt hij. Hij gaat naar rechts voor en hij begint te piepen, zoals je hoort. En dan zegt hij, druk op de knop om het filament eruit te halen. Nou, daar gaat hij. En daar is het filament. Ik knip het gelijk bij voor een volgend gebruik. Dan hebben we dat ook vast gehad. Het restje gooien we weg. En ik leg het even op een andere plek. En zo meteen maken we dat wel in orde. En dan gaan we het zwarte filament erbij halen. Want de volgende kleur die we gaan gebruiken is zwart. Hij vraagt of het filament uitladen succesvol was. Daar antwoorden we ja op. En vervolgens kunnen we het nieuwe filament laden. En dat doen we bij deze. Hij is nu bezig hieronder filament uit te werpen. Totdat we de juiste kleur uiteindelijk hebben. Nou, dat is die inmiddels ook al wel. En dan gaat hij dan zo meteen ook vragen of het de juiste kleur heeft. En ik antwoord daar natuurlijk ja op. En het restje halen we eraf. En vervolgens gaat hij verder met het printen van de nieuwe kleur. Dit was een filamentwissel op die Prusa i3 MK3. Ik heb het model overigens ontworpen in Fusion 360. In Fusion 360 kun je een object maken waarvan je verschillende delen van dat object verschillende hoogtes kunt gaan geven. Dat noemen ze extruders. Dus je kunt onderdelen omhoog trekken of naar beneden duwen. Dus wat ik gedaan heb, ik had berekend, overigens het is iets te krap berekend, maar goed, dat 3,5 mm ongeveer de dikte was van die ik op die klokmodule kwijt kon. Achteraf zou ik 3 mm gekozen hebben, maar dat is achteraf. De bedoeling was dus om de eerste laag van de klokmodule, de laag die geel wordt, 1,5 mm te maken. Dan blijven er nog 2 mm over. Dan heb je 1 mm zwart, want er komen zwarte banen op, zoals je hier ongetwijfeld kunt zien. En om uiteindelijk het logo en de cijfers op de klok te kunnen plaatsen, heb ik daarvoor wit gekozen. En dat is dan de laatste millimeter omhoog. Nogmaals, het is iets te hoog geworden. Het had eigenlijk 1,5 millimetertje minder moeten zijn. Nu kon ik de moer niet op het klokwerk schroeven, maar eigenlijk is het ook niet zo erg, want
We zullen straks aan het eind, dan zal ik een video laten zien over hoe je het in elkaar zet. Daarin blijkt dat ik de klokmodule simpelweg verlijmd heb op de achterzijde, waardoor zeg maar die moer ook niet zo'n enorme grote rol speelt. Nou was dat wel een klein beetje een probleem, want ik ben ook vrij nieuw in Fusion 360. Ik had het logo van Vitesse had ik gedownload vanaf het internet. En dat logo, dat is een JPG-bestand. En dat moet eigenlijk worden omgezet naar een bestand wat ingelezen kan worden in een CAD-programma, in een CAD-programma, Computer Aided Design. Je weet het vast nog wel. Daarvoor moet je het eigenlijk converteren naar een SVG-bestand. En daar zijn websites voor. En ik zal onder in de video een aantal websites noemen. Bijvoorbeeld waar ik de klok besteld heb. Maar ook de website waar je een JPG naar een SVG-bestand kunt omzetten. Dat SVG-bestand dat kan je dan weer in zo'n programma als Fusion 360 inladen. Alleen daar kwam bij mij een klein probleempje uit tevoorschijn. Want toen ik dat gedaan had en ik ook dat logo op de juiste plek gezet heb, toen bleek dat ik eigenlijk met mijn kennis van Fusion 360, want ik ben dat aan het leren, het niet voor elkaar kreeg om van deze twee objecten één object te maken. Dus op het moment dat ik ging exporteren, exporteerde ik oftewel de STL van het logo, maar ja, dan had ik de wijzerplaat niet, oftewel ik had de STL van de wijzerplaat, maar dan had ik het logo niet. Nou, dat heb ik uiteindelijk opgelost door die SVG te importeren in Tinkercad, om daar 3,5 mm hoog te maken, want dat was het hoogste stuk onder andere van de print. En vervolgens de wijzerplaat vanuit Fusion 360 te exporteren als STL, dat weer in te lezen in Tinkercad en dan daar vervolgens dat logo, dat SVG-bestand, in de wijzerplaat te integreren en aan elkaar te koppelen. En zodoende heb ik die wijzerplaat weten te maken met het logo van Vitesse daarin. Ja, ik zei al, ik ben Fusion 360 nog aan het leren. Daar zijn hele goede cursussen voor online. En ik moet zeggen, ik leer daar elke dag meer van, want het is best een heel erg mooi programma. Uiteindelijk, als je dan de wijzerplaat klaar hebt, je hebt de klokmodule klaar liggen, nou, dan moet de zaak natuurlijk geassembleerd worden, het moet in elkaar gezet worden. En dat is dan uiteindelijk, even zorgen dat je dat op een goede manier doet. En daar heb ik dus ook aan het eind straks weer een video van staan. We are going to start with the assembly of the Vitesse Arnhem clock. We gaan beginnen met het in elkaar zetten van de Vitesse Arnhem clock. We're going to start first with the spacers. And in order to place those spacers, I will heat up my glue pistol. So that's the first thing I do, heating up my glue pistol. So there we are. We do have some spacers. We have a few. Those are solid. Those two I will place underneath the clock at the figure 4 and 8. And I got one with a hole in it and a round top, which I will place on the backside at the 12. Ik heb wat afstandsblokjes, een tweetal solide afstandsblokjes en eentje met een gaatje erin voor de schroef. En die heeft een ronding aan de bovenkant, zodat die schroef ook blijft hangen. De solide plaats ik op de achterzijde van de klok bij de cijfers 4 en 8. En degene met het gat erin, die plaats ik op de hoogte van het cijfertje 12. We gaan eerst maar eens beginnen met diegene met dat gat erin. We're gonna start first with the one with the hole. So I take my glue pistol and I add a little glue. Still heating up. It is still heating up, yes. Het pistool moet nog heet worden. Ik ga namelijk eerst het blokje plaatsen wat achter de 12 komt. Dat is diegene waar straks de schroef in komt. On the backside of the 12,
place it as far as possible on the clock. Zo. 8 op de 12. Ik probeer hem zo strak mogelijk aan te drukken. Zodat hij ook zo goed mogelijk vast zit. Now I'm going to take my other ones. Nu ga ik die andere beide doen. En die moeten dus ter hoogte van de 4 en de 8 komen. Dus ik begin met de 4. Zorg dat er geen lijm op het de klok komt. En dan doe ik hetzelfde mee. So this is the 4, the one at the 4, on the back side of the 4. Taking care there's no glue on the clock on the front, because that would damage it. And I place it around the 4. And the last one is the 8. De laatste is de 8. En die ga ik nu plaatsen. Ook die met wat lijm. Remove a little bit of glue that was stringing, but it's not a big deal. Klein beetje de rest lijm verwijderen, maar dat is geen groot probleem. And there we are. We hebben de spacers geplaatst. There we are, we placed the spacers. We hebben de afstandsblokjes geplaatst. Oké, gaan we nu beginnen met de klok zelf. Now we're gonna start with the clock itself. We take this gasket. We pakken eerst dit, ja, deze rubberen ring. And this has a design which has a circle on one side, which is fitting into the circle that is here on the edge. So this one is put on this one. Dus de cirkel met de cirkel erin gaat op de klok. And then I'm gonna glue the clock with the battery down, the battery compartment. Dus dan ga ik de klok met het batterijcompartiment naar beneden op de wijzerplaat. I'm gonna glue it to the face. So we're gonna take some glue. I think we need a new There we go. And we glue this in a total on the plate. And this is being pressed together tightly, because otherwise we would not have room for the ring to put on it. It seems that it is a little bit too thick in the design, but we will manage. I don't fear that. So there we are. Now we can shut down the glue pistol because we don't need glue anymore for this design. So now we're gonna take the screw. I'm gonna let out the spacer, because if I put the spacer on, then probably I will not be able to screw it on anymore. So I'm gonna take the screw now. Trying to attach that. And that's quite difficult in this case, because it's all a little too tight.
Not that it is a big deal, because if I would not place the bolt on there, then because I glued it, it still would stick. But on the other hand, I would like to add it to the design. Het is op zich niet zo'n groot probleem, want als ik het niet zou, niet die moeder op zou draaien, is het ook nog niet zo'n probleem, want uiteindelijk, omdat die gelijmd is, zal die wel blijven zitten. Maar ik heb toch nog steeds wel de hoop dat ik hem erop kan draaien. Dus dat probeer ik even te doen. Well, it's not gonna work. So we will do it without, because it won't come loose. So I'm not gonna use the washer and the bolt. What now I'm gonna do is I take the one with the biggest hole, which is the hour arm, dus de wijzer voor de uren, en die ga ik er voorzichtig op drukken. Even kijken. Zo, die zit. Next, I will take the one for the minutes. Same thing, put it down there. And the last one, that is the one for the seconds. And this one has to be on the little metal piece that is inside the X. So I'm gonna put it on there. So, and that was all. That is the clock, assembled and all. Dus nogmaals, eerst de uren plaatsen, dan de minuten en dan de secondenwijzer. On the back side there is a roll, and that should be making it possible to let the clock turn, as you see. Well, the final test, and that will be the last thing, of course, is placing the battery. So that's what we're gonna do. We're gonna place the battery. It is a little tight fit. There she goes. And our clock is running. I hope you enjoyed it, and I hope you like the clock. Nog even iets anders. Op het moment dat jij in Fusion 360 in combinatie met Tinkercad dat model gemaakt hebt, dan moet je nog steeds ergens, bijvoorbeeld in de slicer, gaan vertellen op welke hoogte hij van filament moet gaan wisselen. Nou zijn daar verschillende methodes voor. Ik heb wel eens gezien dat mensen dat simpelweg in de G-code handmatig kunnen invoeren. Alleen daar ben ik nog niet bedreven genoeg in om dat aan te durven met een print die bijna 10 uur duurt. Want dat duurt in dit geval 10 uur met die wijzerplaat. Dientengevolge gebruik ik de methode die ik wel ken. En dat is een methode die is niet voor iedereen weggelegd in die zin dat het gebeurt met het programma Prusa Control. Ik weet niet of het vrij te downloaden is. Het is eigenlijk de eenvoudigste slicer die er is. Want Prusa heeft dan die slicer online gezet. Waar eigenlijk alles al zo'n beetje ingesteld is. Maar in die slicer kan je in elk geval op een gegeven moment aan de hand van een preview bepalen vanaf deze laag wil ik een filamentwissel doorvoeren. Dus ik heb in Prusa Control heb ik ingevoerd dat die op 1,5 mm en op 2,5 mm van filament moet wisselen. Want anders dan doet de printer dat natuurlijk niet. En dat is natuurlijk wel de bedoeling, anders krijg je niet de verschillende kleuren. Dan heb ik nog wat
problemen gehad tijdens dat printen. Want die wijzerplaat die is ongeveer 20 centimeter in doorsnede. En daar had mijn printer best wat moeite mee om dat goed op het bed te laten zitten. Ik heb dat uiteindelijk voor elkaar gekregen. En dat is misschien een hint voor mensen die wat last hebben met zaken die op het bed moeten blijven zitten. En dat het niet helemaal 100% waterpas is, want dat is best wel een hele moeilijke aangelegenheid. Ik heb dat voor elkaar gekregen door simpelweg de eerste laag op maar 40% snelheid te printen. Dus de eerste laag extreem langzaam. Het zij zo, maar in elk geval zorgde ik er daarmee voor dat zeg maar mijn eerste laag bleef zitten op het printbed. En daarmee kon ik natuurlijk verder naar alle volgende lagen. Dan nog een volgend thema waar ik even iets over moet zeggen. En dat is ook even dat je niet moet vergeten. En ik heb het model op Thingiverse staan. Dus als je ooit een keer zoiets wil, dan moet je maar eens kijken daar. Op de achterzijde heb ik namelijk spacertjes geplaatst. Hier zie je ze zitten, een drietal. Zodat als je hem aan de muur hangt, hij niet met zijn klokmodule tegen de muur aanhangt. En bovendien zit er dan geen manier om hem aan de muur te bevestigen. Dus ik heb drie blokjes gemaakt die net iets dikker waren dan de klokmodule. In dit geval dus 2 centimeter. Die ik 2 stuks onderin en 1 stuks bovenin heb geplaatst. Zodat hij ook aan de muur geplaatst kan worden. Die bovenste die heb ik dan ook hol gemaakt. Met een ronding aan de bovenzijde. Zodat je zeg maar bij wijze van spreken een schroef in de muur zou kunnen draaien. En dan dat blokje met die ronding daarop kunt hangen. Zodat die klok keurig aan de wand hangt. Het is echter ook een optie om bijvoorbeeld iets van een staafwerkje aan de achterkant te maken, waardoor die op een tafel kan staan en dergelijke. Ik ben er in elk geval super tevreden mee. Hij loopt keurig en het is echt iets waarvan ik zeg van, nou, hier ben ik best een beetje trots op. Te meer omdat ik dat met dat logo best wel een lastige aangelegenheid vond. Ik ga deze video bewerken. Ik ga er een drietal filmpjes aan toevoegen en ik hoop dat je ervan genoten hebt. En tot de volgende keer. Dag.